Een actieve storing trekt vandaag over ons land. De wolkenplukken zijn al goed te zien op de satellietfoto's. En in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag gaat het een lange tijd regenen. Daarbij waait het aan zee ook nog eens hard, tot soms stormachtig. Windkracht 7 of 8, met daarbij windstoten die kunnen oplopen tot 75 tot 90 km per uur. Het is dus bewolkt en overal gaat het flink regenen, met name in het westen van het land. Lokaal neerslagsommen van wel 15 mm. De temperatuur daarbij niet heel koud voor de tijd van het jaar. Sterker nog, het is zelfs iets te zacht voor de tijd van het jaar met 5 tot 7 graden. Vanavond wordt het dan vanuit het westen droog, klaart het soms op en draait de wind naar het westen en wordt aan zee dan krachtig, windkracht 6. Boven land is de wind nog vlagerig en vrij krachtig. Morgen vallen er diverse buien. Het wordt 4 tot 6 graden en bij die buien is er kans op onweer, hagel en later op de dag ook natte sneeuw. Tussen de buien door schijnt dan wel af en toe de zon en dat is eigenlijk ook woensdag het beeld. Misschien dat in de nacht na woensdag lokaal een sneeuwdekje ontstaat en de temperatuur overdag 3 tot 6 graden. Donderdag wordt een dag om in de gaten te houden, met name aan zee veel wind. In het noordwestelijk kustgebied enige tijd waarschijnlijk een storm met daarbij 8 of 9 graden. Vrijdag is het dan weer rustiger.